Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Deze aflevering is op 1 maart opgenomen en dat betekent dus dat er wedstrijden van de vorige speelronde allemaal nog niet zijn geweest. Maar ik ben op dit moment op vakantie en dit moet natuurlijk wel doorgaan. Zoals ik jullie vorige aflevering waarschijnlijk al heb verteld, is dat ik gewoon alle wedstrijden die we nu zeg maar behandeld hebben tot na mijn vakantie, doe ik allemaal in de video van speelronde 28. Van speelronde 28 doe ik alles nakijken. Dus dat wordt een hele grote klus. En dan hebben we ook gewoon één grote tussenstand. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Dat wordt een hele lange video. Want zowel deze als volgende aflevering moet ik van tevoren opnemen. En dat gebeurt dus allemaal op 1 maart. Laten we kijken naar de wedstrijden voor speelronde 26 en de Europese wedstrijden. Natuurlijk hebben we eerst de Europese wedstrijden, de Return, Feyenoord in de Kuip tegen Shakhtar Donetsk voor de Europa League en AZ thuis tegen Lazio voor de Conference League. In speelronde 26 van de Eredivisie moet Volendam tegen Fortuna Sittard, FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles, FC Emmen tegen Sparta, RKC ontvangt NEC, Groningen speelt thuis tegen Heerenveen. We hebben de klassieker Ajax tegen Feyenoord, Excelsior ontvangt Cambuur, Vitesse moet thuis tegen PSV en FC Twente ontvangt AZ. Ik zet mijn voorspellingen in de beschrijving en zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.